Pater Louis uit Gent is maandag 105 jaar geworden. Hij is daarmee de oudste pater Augustijn ter wereld. Pater Louis woont in het Sint-Stefanusklooster in Gent. Al zijn leven lang houdt hij zich bezig met zijn grote passie, boeken. Michael Goegebuur, zoals pater Louis eigenlijk heet, werd geboren in Knesselaren in 1908. Hij stamt uit een gezin met 12 kinderen. Om op je 105e nog gezond te zijn, moet je niet al te veel doen, zegt hij. Niks. Ik heb niet bijzonders gedaan. Altijd wat ik moest doen. En dat was voor pater Louis lesgeven en lezen. Boeken zijn zijn grote passie. In de prachtige bibliotheek van het Sint-Stefanusklooster komt hij nog geregeld. Een belangrijke plek vindt hij. Zie je? Ja, zeer belangrijk. Ja, en waarom? Om de kostbare boeken te stellen, waarvan verschillende enig zijn. Daar zei ik, de schat van het grootste. Pater Louis deed zijn intrede bij de Augustijnen in Gent in 1930. Hij mag zich de oudste Augustijn ter wereld noemen. Zijn collega-paters roemen hem om zijn kennis over de geschiedenis van de orde. Hij heeft niet alle boeken gelezen, maar hij had wel een goed over wat de waardevolle boeken en de zeldzame boeken waren en wat niet. Hè. Maar hij had ook een paar medewerkers die wij altijd een beetje de spionnen noemden, die hij dus in de verschillende plaatsen had en die hem signaleerde wanneer er een heel oud werk over de Augustijnen of Augustinus vrij was. Ook de moderne devotie, daar heeft hij ook heel veel over verzameld in boeken. Ja. Een gelukkige verjaardag, hè? Gefeliciteerd! Vandaag krijgt de jarige ook bezoek van schepen van bevolking Sophie Bracke. Zij heeft cadeautjes mee van de stad en het Koningshuis. En daarmee zijn we rond. Bedankt voor het kijken en nog een heel prettige avond.